Goedemiddag. Het uitgangspunt waarmee we met Stemagent zijn begonnen is dat het stemmen van vandaag een klein beetje een achterhaalde methode lijkt. Het gebeurt maar eens per 4 jaar. We beperken het aantal partijen en alleen wie komt opdagen, die telt mee. Dus als je gaat kijken naar dat eens per 4 jaar, dan is het niet helemaal onlogisch vanwege de opzet die we nu hebben. Je moet stembureaus organiseren, je moet zorgen dat daar mensen aanwezig zijn. Vervolgens moet iedereen ook weten dat er verkiezingen zijn. Dan moet je zo'n mooie stempas hebben, je moet er naartoe lopen. Dan moet er nog een beetje campagne gevoerd worden, dus daar hebben we ook nog tijd voor nodig. Dus ja, dat is een hoop aanloop. Een meerderheid die 1 keer gevormd is in het hele deel van na de verkiezingen. Die mag vervolgens dan jarenlang vertellen dat zij ook voor hele nieuwe problemen ook nog een meerderheid hebben. Dat is toch eigenlijk een hele rare situatie. Er zijn toch een hoop mensen die liever meer invloed willen hebben. Dus we zijn op een gegeven moment gaan kijken, kunnen we daar wat aan verbeteren? Wij zijn eigenlijk naar het andere uiterste gegaan met ons experiment. We hebben gezegd, stem zo vaak als je wilt. Zorg ervoor dat het aantal partijen eigenlijk onbeperkt is. Of nog beter, ga helemaal niet meer uit van partijen. En als mensen daar even niet kunnen stemmen, geef ze dan in ieder geval de mogelijkheid dat hun stem niet verloren gaat. En eigenlijk is Stemagent niet anders dan stemwijzer. We hebben die vragen geleend. Vervolgens hebben we van iedereen die de stemwijzer heeft ingevuld, dus zowel de mensen die echt vandaag hier aanwezig zijn, als ook de mensen die nu thuisgebleven zijn, hebben wij DNA opgebouwd. En dat DNA bestaat uit de blokjes die daar links zitten, ook van die mooie DNA-kleurtjes gebruikt. Eens, weet niet oneens. Dat zijn ook precies de antwoorden die je mag geven op de stellingen. En we doen alles via een website. Dus dat is een beetje het uitgangspunt van Stemagent. Maar iedereen heeft dus zijn eigen unieke stem-DNA. En nu hebben we de dag na de verkiezingen. Dit is eigenlijk de verkiezing geweest. En de vraag is nu, hoe gaan we nu verder? Wat wij nu gaan vragen is aan een deel van de stemmers. Namelijk dat deel van de stemmers dat de moeite neemt om te reageren op onze oproep. Wat zij vinden van een nieuw onderwerp. 4.975.000 mensen die reageren niet. En die zijn dan eigenlijk in het andere systeem, tellen die niet mee. Wij kijken naar het DNA van degene die wel gestemd hebben. En vervolgens gaan we die vergelijken met alle mensen die niet gestemd hebben. En we zoeken gewoon naar de mensen die het best representeren op basis van die 30 oude stellingen. Op wie passen ze nou het meest? Dus die meneer die daar, of mevrouw, dat weet ik eigenlijk niet, dat kun je aan dit DNA niet zien. Die representeert dan bijvoorbeeld 1 miljoen stemmen. Van allemaal mensen die niet hebben gereageerd. En de tweede die ernaast zit, die heeft er dan zo'n 250.000. En die laatste heeft zo'n 500.000. Zo krijgen we dus uiteindelijk toch een representatieve democratie. En kan er een meerderheid gevormd worden. En door puur deze afgevaardigden die in het systeem ook aanwezig zijn bij elkaar te brengen, kun je vervolgens zeggen, goh, hoe komen wij tot de oplossing? En heb je voor 1 dag een democratie? Nou, zullen natuurlijk een hoop van die mensen, van die 4 miljoen, 975.000, die zullen zeggen, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik vond iets heel anders op dat themaatje nummer 31. Ja, dan heb je voor deze stemming pech gehad, maar dat heb je maar 1 dag. Dus je zegt, oh, wacht even, die vraag 31, dat staat nu op ja. Nou, zet dat maar gewoon even op nee. En vanaf dat ogenblik zul je merken dat bij de volgende stemronde jij op een andere persoon gematcht wordt. En dus eigenlijk dat je daarmee je stem hebt aan kunnen passen. Wat hebben we hier nu mee bereikt? Nou, eigenlijk hebben we mee bereikt dat we het mogelijk hebben gemaakt om eigenlijk dagelijkse stemmen. Voor ieder onderwerp dat binnenkomt, dat zou je in principe zo kunnen uitvragen. Partijen zijn niet meer zo heel erg nodig. En thuisblijvers worden ook geregend. Nou, dat was de theorie. Dank u wel.